Jong mensen van Gamers Town, vandaag is de tijd voor het beste Eredivisie-team. Ik heb hier een Rode JC-team, zoals jullie zien, op jullie beeldscherm. En ja, ik ga maar gewoon weer lekker de Gouden Cup in. Want dat is het idee van deze serie natuurlijk. Als je nog niet bekend bent met deze serie, kijk dan zeker even de uitlegvideo. En uitlegvideo. Kijk dan gewoon de eerste aflevering. Afspeellijst zal in de beschrijving staan. Net als mijn kanaal. Check dat ook zeker even uit. En ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ja, in ieder geval, ik heb hier het eerste potje gevonden, zoals jullie zien. Hij heeft echt een goed team. Hij heeft in Team of the Season, namelijk Suchi of Suchi of zoiets. Voor de rest heeft hij een beetje een BPL team met nog twee. Een Braziliaans team. Met wat van de Portugese league. Het is een beetje een mix. Maar ja, zijn team is wel veel beter. Oh nee, Willian. Oeh, dat is een heel goed schot. Holy shit. Hij schiet hem gewoon in. Zijn eerste kans. Het eerste kans in de hele wedstrijd. Maar ja, ik moet gewoon toegeven. Het is een hele knappe goal van hem. Oh, lekker. Lekker. Kom op. Op de paal. Bij hem gaat hij via de paal erin. Maar via mij. Bij mij gaat hij niet via de paal erin. Maar nou, pas hier. Dit is een hele goede bal. Als je hem tenminste aanneemt. Van Hiefte. Kom op. Mike van Duinen. Mike van Duinen gaat daar lekker zijn man voorbij. Mike van Duinen. Van Duinen maakt er 1-1 van. Yes, yes, yes. Ik kap gewoon mijn mannetje uit. En Van Duinen maakt er gewoon lekker 1-1 van. Hij maakt hem gewoon goed af. En ja, ik vind Van Duinen eigenlijk best goed spelen. Kijk, hier kap ik hem gewoon heerlijk uit omdat hij slide. En ja, dan schiet hij gewoon langs de keeper. 1-1. Lekker Roda. Oké, het is nu dus rust. Hij heeft 4 schoten, maar hij heeft er 0 op doel op een of andere manier. Toch ging zijn bal erin. En ja, ik heb 3 schoten, 1 op doel. Dus eigenlijk een beetje een saaie wedstrijd. Maar ja, ik hoop alsnog dat we dit wel kunnen winnen. Want ja, dat zou gewoon lekker zijn. Oh, lekker. Kom op, Jacobs. Jacobs. Nee, het is allemaal net niet. Oh, ze hebben die ballen dan weer net niet. Dat is jammer. Van Duinen. Oh, Van Duinen, de moves. Oh, Van Duinen, de moves. Van Duinen, het schot. Op de lat. Oh, jongen. Maar je kan het alsnog misschien. Oh, lekker. Lekker. Ja, en dan gaat hij alsnog in. 2-1. Goh, heerlijk goaltje, hoor. Eerst Van Duinen op de lat met een heerlijk schot. En hier, ja, dan maakt, ik weet niet wie het is, Juric? Ja, die maakt dan de 2-1 van. Oh nee, Swinkels, nee. Oeh. Huh? Wat gebeurt hier nou ineens? Ik wil hem gewoon wegwerken en de verbinding vliegt eruit van mijn tegenstander overigens. Want ja, ik zit er nog gewoon in. Ja, hoe dan ook, we zijn gewoon door naar de volgende ronde, want ik stond voor. En ja, laten we dan gewoon het volgende potje gaan spelen. We hebben weer een tegenstander gevonden. Hij heeft weer een heel raar team. Hij heeft een CAM en een CVM op centerback staan. Dat is heel raar. Hij heeft weinig chemistry. Ik weet niet waar deze man mee bezig is. Oh nee, potje lag. Dat is zo vreselijk irritant. Jezus, ik kan niet eens verdedigen zo. Lopen ze weer tegen elkaar. Ja, jongen. Oh nee, dat is een best goede voorzet. Weg. Oeh. Oh, in ieder geval Van Hiefte. Jongen. Van Hiefte, geef maar nu op Juric. Juric, doorlopen. Juric, een penalty ref. Ja, ik wou net zeggen. Dat is een penaltytje. En Juric gaat hem natuurlijk gewoon even rechtsboven knallen voor ons. Doet hij even. Ja, hij schiet hem erin. Keeper ging wel naar de goede hoek, maar ja, hij dook laag. En nou, dan gaat hij er gewoon in. Oh, heerlijk. Hij maakt een fout. Van Hiefte. Van Hiefte. Van Hiefte. Gast. Oh, nou Juric dan. Juric, ja, lekker. 2-0. Let's go. Dit is gewoon weer de easy win. Hopelijk kan hij gaan rage quitten. Want ja, dat zou mooi zijn. Potje is ook best wel irritant om te spelen met al deze lag. Mike van Duinen. Wat is dat voor schot? Oké, deze is er ook al uitgevlogen. What the fuck? Ik weet niet wat het allemaal is. Maar ja, het is weer mijn tegenstander op een of andere manier. En ja, zo zijn we weer door naar de volgende ronde. Oké. Nou, de volgende tegenstander, hopelijk vliegt hij er nu niet uit. Hij heeft een full Real Madrid team met De Gea in de goal. Waarschijnlijk wil hij heel graag dat De Gea naar Real gaat. Zou eigenlijk ook gebeurd zijn. Maar ja, in ieder geval, zijn team is ook gewoon best goed. Het is niet super duur. Hij heeft wel een aantal goede aankopen, maar het is niet Cristiano Ronaldo en zo. Maar ja, in ieder geval gaat het weer lastig worden, maar ja, we gaan het zien. Oh, lekker. Juric. Hé, dat is een vrije trapje. Lekker, na 1 minuut al een vrije trap. Eens even kijken of ik wat goede vrije trappennemers in mijn team heb. Daar lijkt het in eerste instantie niet echt op.
ja, zijn vrije trappen zijn wel redelijk. Maar kijk, ik denk dat ik hem zo in kan krijgen eigenlijk. Naar dit toe. En dan naar rechts. En dan gaat hij er inderdaad in. Ja. Lekker. Ik zag het gaatje. En ja, hij zette gewoon zijn muur helemaal fout. 1-0. Lekker hoor. Oh nee, dat is een goede bal van hem. Op Karim Benzema. Nee, Benzema. Nee. Oeh, hij zit ernaast. Lekker. Oh nee. Nee, deze bal is wel goed van hem. Op Games Rodriguez. Nee. Werk weg. Werk weg, jongen grap. Wie is dat met die oranje kutschoentjes? Wie was dat? Jongen. Ik denk gewoon, werk die bal weg, man. Maar nee. Wat doet die gast hier? Nummer 5. Jezus, wat slecht, zeg. Jacobs is een beest gewoon, jongen. Hier, kijk hem gaan naar Jacobs. Oh, hij mag er nou wel een keer in, hoor. Oh, die is heel snel. Kom op. Oh, lekker geblokt, oh. Nee. Oeh, lekker. Komen we goed weg. Oh, lekker. Juric. Geef maar Van Duinen. Van Duinen, maak hem. Jongen, maak hem nou eens een keer af, man. Nee. Nee, joh. Nee. Oh, lekker hoor, keeper. Heerlijk gedaan. Nee. Oh, maakt hij 2-1. Jezus, ik heb zoveel kansen gehad. En dan is het net hij die 2-1 maakt. Omdat zijn spelers gewoon beter zijn. Ja, dat is erg ongelukkig. Maar ja, ik ga gewoon ook proberen om zo snel mogelijk die 2-2 te maken nu. Het is nu dus rust. Ik heb meer kansen, meer balbezit. Betere passing. Maar ja, toch zet hij 2-1 voor. Ik denk dat dat komt omdat zijn spelers wel ietsje beter zijn. Maar ja, ik ga gewoon proberen om zo snel mogelijk die 2-2 te maken. En ja, die Isco even niet meer laten scoren. Want die heeft er al 2 gescoord. Oh, dat is een hele domme bal van hem. Juric, geef maar daar op Van Duinen. Van Duinen! Dan zit het ook niet mee, hè. Weer op de paal. Jezus. Nee, Benzema. Nee, Benzema. Kom op, Swinkels. Oh, die is niet sneller. Kom op. Oh, nee, hij maakt 3-1. En dit ziet er niet goed uit. Een vieze counter van hem. Oh, ik vind het wel een beetje onverdiend, hoor. Ik vind het wel erg onverdiend. Wij geven niet op. Van Hiefte. Loop dan door. Van Hiefte. Van Hiefte! Ja, hij maakt hem eindelijk af. 2-3. En nu is er weer de aansluitingstreffer. Dus hopelijk kunnen we nog 3-3 maken. En ja, dan is het gewoon weer helemaal spannend. Oh nee, dat is een hele goede bal op Jesse Rodriguez van hem. Nee. Oh, hij wordt aangeraakt en hij gaat erin. Oh, wat een pech zeg. Ja, hij wordt even licht aangeraakt. Zoals je hier wel kunt zien. Kijk, gaat hij naar binnen, dan schiet hij. En dan wordt hij daar nog een keer aangeraakt. En ja. Oh, lekker. Geef maar weer op Van Duinen. Van Duinen. Oh. Geef maar daar op Giassi of iets. Ja, dan schiet hij weer op de keeper. Ja. Het zijn gewoon geen afmakers, Roda. Daar komt het op neer. En ja, we verliezen met 2-4 uiteindelijk. Ik vind het een beetje onverdiend. Ik zal even de statistieken nog laten zien. 17 schoten, 12 op doel. En ik heb maar 2 gescoord. Hij had 8 schoten, 6 op doel. Heeft er 4 gescoord. Dus ja, goed van hem dat hij er zoveel heeft gescoord. Maar ja, toch jammer voor ons. Want wij liggen er nu in de derde ronde uit, volgens mij. Ja, dit was dus het team waarmee ik het heb gedaan. Zoals je nu op je scherm ziet. En ja, het is gewoon jammer van Roda. Maar ja, ik vond het niet een supergoed team. Ze zijn gewoon geen afmakers. Op zich Van Duin is wel redelijk. De volgende aflevering met FC Twente. Daar verwacht ik toch wel best veel van. Aangezien dat al wel een wat beter team is. Ja, we gaan de volgende aflevering zien hoe zij het gaan doen. Volgende week is dat. En ja, ik hoop jullie dan gewoon weer bij die video te zien. Dus mensen van Gamerstown. Check mijn kanaal in de beschrijving. Check ook de afspeellijst. Die staat ook in de beschrijving. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Dus later mensen.